Alleen zijn is echt heel belangrijk voor mij. En dan zeker helemaal alleen in de natuur. Voornamelijk de natuur eigenlijk, omdat zij niet oordeelt. Dus als ik gewoon in de natuur kan zijn, dan is er niemand die vindt, oh, je bent fantastisch. Of er is niemand die zegt, oh, wat zing je eigenlijk apart. En in de natuur is dat gewoon helemaal gelijk. Op een gegeven moment zag ik hier ook een... Dat was even zo'n blaadje. En dat vond ik dan iets heel moois, iets heel licht. Oh, nu zag ik ook weer even heel mooi zo die blaadjes. En dan, ja... Dat helpt wel mee met een soort totale fantasierijke ervan te... op te roepen en te voelen. Ik heb het idee dat zang echt heel breed kan zijn. Echt zo, echt alle klanken, alles. Het kan ook alle klanken nadoen. Het gebruiken van tekst is mogelijk. En het komt vanuit het allerdiepste, heb ik het idee. Het is zo direct. Er zit niet iets voor. Het is echt van hart tot hart. Ik vond het echt heel eng om met andere mensen samen te spelen. Dus in het eerste jaar van mijn conservatorium was echt een mega zoekjaar. Ik was ook helemaal niet gelukkig eigenlijk echt toen. Ik wist echt niet wat ik met mezelf aan moest en überhaupt met muzikant worden. Dat ik echt dacht, ja wat... Oké, als ik uitvoerend muzikus moet zijn, dan moet er wel nu iets gaan gebeuren. En wie ben ik dan? Waarom eigenlijk? Ik was heel onzeker. Echt heel onzeker. Dus samen spelen, ik durfde mensen gewoon echt niet te vragen. Op een gegeven moment kreeg ik op conservatorium de mogelijkheid om carte blanche te geven. En het was ook echt het idee dat ik dan al heel ervaren muzici zou uitnodigen voor het concert. Ik was toen net ook heel erg gedoken in heel verstilde muziek en heel soort landschappen kunnen creëren. En dan een beetje zo mijn stem te gaan gebruiken als iets meer vrijer willen zijn. En toen heb ik Jozef gevraagd en dat was echt heel erg op intuïtie eigenlijk. Toen was het gevoel van ja, ik moet gewoon. Ik moet Joost vragen. Hey! Hallo. Ja, leuk. Nou. Lekker spelen. Spelen.
het vocale instrument is helemaal ook niet belangrijker dan alle andere instrumenten. Of dat wat ik vertel met mijn instrument is helemaal niet belangrijker dan wat die anderen vertellen. Ik weet ook nog wel op het conservatorium dat daar ook de zoektocht voor mij begon. Omdat ik ervaarde in de jam sessies, oh, we gaan de standaard spelen. Ik zong het thema. En dan als ik het thema had gezongen, nou, dan kon ik even naar de zijkant lopen. En dan kon ik toeschouwen hoe zij met elkaar helemaal erin opgingen. En ik daar dan niet aan meedeed. Dat vond ik zo frustrerend. En vanaf toen dacht ik, dit wil ik ook. En toen ben ik daarna gaan zoeken. En nou ook, wil ik alleen op die manier zo muziek kunnen maken. Echt deel zijn van die magie. Deel zijn van dat creëren samen. Want dat is het allerfijnste wat er is ook. Joost en Bram zijn allebei hele rustige mensen ook. Bij hun heb ik vooral een stuk herkenning gevoeld. En dat was voor mij echt heel belangrijk. Dat ik gewoon kon zeggen, oh, ik zou het graag echt het waaien willen. Of het bedenken alsof je aan een fjord staat. Dan konden zij dat spelen. En dat was een ding in mij, een deel wat echt voelde, wow. Oké, ik ben echt niet gek. Nee, dit kan. En ja, dat was heel belangrijk. Want daardoor is er echt een stukje vertrouwen gekomen. Wat heel belangrijk was om verder te durven groeien ook. Ik voel me heel vertrouwd nu bij Joost en heel vertrouwd ook bij Bram. En dus ik merk dat stuk vertrouwen voor mij zelf als muzikant in het trio heel belangrijk is. Ja, ik had zelf eigenlijk vanaf het moment dat we samen gingen spelen al een heel vertrouwd gevoel. Ja. Letterlijk na de eerste keer al, wat nog een soort try-out gig was waar we ook stukken speelden en eigenlijk niet nog echt improviseren. Maar... Ja, je kan dat af en toe hebben bij mensen, maar eigenlijk een soort gevoel alsof je elkaar al veel langer kent. Ik merk zelf wat ik zelf heel erg heb geleerd door de jaren met het spelen met Under the Surface. Dat het sowieso is het met improviseren en musiceren over volgen, leiden. En wat is daar de balans in? Als wij ieder op onze eigen plek zijn, een eiland binnen de muziek. En dan voelen wat wij, of wat ik zelf dan speel en jij doet hetzelfde. Dan ontstaat daar een conversatie met elkaar. Als ik namelijk alleen maar zou doen wat Joost aan het doen is om bij hem te komen of zo, dan is daar bijna een soort napraten of zo. Ik deed dat in het begin nog heel erg, omdat ik het zo spannend vond en nog nieuw was. Dat ik heel erg merkte, wat moet ik dan eigenlijk doen? En dan ging ik vooral inspelen op wat Joost en Bram deden. In plaats van mijn eigen taal te ontwikkelen. En ik merk nu dat een beetje is wat er gebeurt. Ik voel zelf, dit idee heb ik. Joost heeft een ander idee. Maar die ideeën samen, die vormen een gesprek.
Sanne heeft mij eigenlijk veel dichter bij mezelf gebracht. Een van de eerste dingen die ik merkte bij het allereerste concert was dat ik eigenlijk heel verbaasd was hoe goed ik zelf klonk bij wat Sanne zong. Dus dat ik dacht van, maar alles is te gek. En ah, nu kan ik dit doen, nu kan ik dat doen. En dit komt uit. En wauw, wat goed. En toen dacht ik, dat is eigenlijk heel vreemd. Weet je? Want het komt namelijk ook wel eens voor dat je met mensen speelt waar dat helemaal niet is. En dat je eigenlijk zelf heel slecht klinkt. Ik kreeg zoveel ideeën voor andere geluiden. En dus ik heb veel meer instrumenten gezocht en aangeschaft. En ik ben veel meer het hele drumstel als een soort klankmachine gaan benaderen in plaats van alleen maar drummen. Kijk, als je samenspeelt met iemand die eigenlijk zo ongegeneerd zichzelf kan zijn op een podium, dan, ja, dan ben je dat zelf ook. We hebben echt in 5 jaar ontzettend veel gespeeld in heel veel landen. En ook in landen waar je ervan uit zou kunnen gaan dat mensen die muziek nog nooit gehoord hebben. We zijn naar Afrika geweest, Azië, Midden-Oosten, Zuid-Amerika. En het gekke was dat overal waar we spelen, mensen eigenlijk de muziek wel heel erg herkennen. En denken van ja, dit ken ik. We spelen geen Afrikaanse muziek of Arabische muziek. Maar het idee wat erachter zit, is eigenlijk in een andere staat van zijn komen. En dat heb je in heel veel etnische muziek vooral ook. En als we dus spelen, is dat volgens mij wat waar we op intunen bij elkaar. Ja. Het is eigenlijk luisteren naar elkaar en wat Sanne zegt, op je eigen eiland blijven. Dus niet met elkaar meespelen, maar iets tegenover iets anders zetten. Maar het gemeenschappelijke doel is inderdaad in een soort andere wereld terechtkomen. We zitten in mijn boshuisje midden in de natuur in Brabant. Want ik woon ook in Rotterdam. Maar ik mis de natuur heel erg. En ik kwam er ook achter van, de Randstad is superleuk. Maar ik moet toch wel echt in Brabant zijn. Ik ben toch echt een Brabantse. In eerste instantie betekent het echt om voor mezelf meer ruimte te kunnen gaan creëren. Om echt weer meer tijd en ruimte voor mezelf te hebben. En niet alleen bezig te zijn met werk of met het reizen. Betekent voor mij echt om op te gaan laden. Vaker en meer en gestructureerder. En niet alleen maar door. Het geven van de concerten en het succes wat groeide en de zichtbaarheid die groeide. En ook dat het zo lovend ontvangen kon worden. En zo, er is zoveel schoonheid en zoveel moois. En dat is echt geweldig. En ik werd er ook heel gelukkig van. Of ja, nu ook weer wel. Maar op een gegeven moment merkte ik dat zoveel was. Dat ik dat ook niet meer aan kon eigenlijk. Dat het zo mooi was en zo goed. En zo, oh Sanne. Dat ik zoiets had, ja hallo. Maar ja. Wie ben ik dan nou weer? Jullie zijn ook bijzonder. Iedereen is bijzonder. En waarom krijg ik dat allemaal? En daardoor vervreemd ik eigenlijk best wel een beetje van mezelf. Omdat ik het mezelf niet gunde.
ik ben dat wel heel erg terug aan het proberen te vinden. Vaak doe ik het als ik ergens mee zit of zo. Of ik kom ergens niet uit of ik wil iets onderzoeken. Met mezelf als mens of als muzikant. Bepaalde kwesties die worden door tekenen heel helder. Bijvoorbeeld als je gumt, dan wil dat zeggen dat je eigenlijk iets niet wil. Dus het is ook heel erg belevend tekenen. Waarom heb ik daar gegumd? Waarom kon dit niet zo zijn? Ik merk ook dat ik gewoon... Dat ik het super fijn vind om met kleuren te werken. Ik zie ook als ik zing of musiceer ook vaak kleuren. Of heel erg de sferen die er neer worden gezet hebben echt heel sterke kleuren. Ik vind deze kleur heel mooi. Dit is de groenblauw. Die is heel zacht en cool en ruimtelijk en wijd. Daarom vind ik hem heel mooi. Deze klinkt eigenlijk vooral wind. Wind en zee. Als ik componeer bijvoorbeeld, dan zijn kleuren ook vaak een uitgangspunt om weer vanuit verder te componeren. Als ik bijvoorbeeld vanuit een kunstwerk zou werken of deze tekening op muziek zou gaan zetten, dan zou ik heel erg kijken naar de kleur en dan zie ik bijvoorbeeld heel erg paars of zo. Dan zou ik beginnen om te gaan schrijven in bes, of met die toon. Want die letter heeft voor mij ook die kleur. En zo is het een fijn handvat om ook muziek te schrijven. Ik vind tekst best wel iets ingewikkelds. Want het is heel direct. En ik merk ook dat het daardoor heel krachtig is. Maar voor mezelf vind ik het soms dan ook te spannend. En ik improviseer heel veel in mijn eigen bedachte taal. Want dat is... Ja, dan weet eigenlijk niemand waar ik het over heb. We zijn in de H. Antonius Abtkerk in Riel. En dat is vlakbij het dorp waar ik ben geboren. En hier heb ik mijn soloalbum opgenomen. Wat ik afgelopen juni heb uitgebracht. Prachtige natuurlijke akoestiek. De galm. Ik speel heel graag in kerken. Het thema was vooral gewoon... Ik ga mezelf gewoon laten horen wie ik ben op dit moment. Ik heb het echt nodig om Sanne Rambachs, de zangeres die ik nu ben, echt de grond te geven. Er is echt een tijd aangebroken van uitspreken, mezelf laten horen, geloven in mijn eigen grootheid. Ik vind het heel spannend ook als ik het nu zeg. Maar ik vind dat heel belangrijk. En daar gaat het ook over. Oh!
Wow, toen je de vraag stelde, wie is Sanne Rambachs? Ik merkte toen dat ik echt in een split second voelde wie Sanne was. Maar dat ik het echt heel moeilijk vind om in woorden te brengen. Ja, en als ik een heel gek antwoord kan geven. Dan voel ik dat Sanne Rambachs echt licht en liefde is. Nou, hallo. Dat is spannend om te zeggen. Maar ja, ik voel dat echt. En ik voel ook dat ik daarom muziek maak. Dat ik dat wil delen. Nou ja, het is gewoon bizar hoe succesvol het werd. Zo ja, dit had ik gewoon nooit kunnen voorzien en niemand. Weet je wel, meestal duren dingen veel langer. Het duurt vaak ook in ondernemen veel langer voordat je op bepaalde festivals staat, bijvoorbeeld. Of het duurt veel langer voordat je wat bekender wordt. Dan moet je eerst 100 keer al gespeeld hebben. Dus het is het feit dat dat allemaal lukte, nou, het gaf mij dus energie, maar ook wel een soort bevestiging dat ik dacht van ja, dan ben ik dus niet gek. Want dan is die muziek dus heel waardevol. En dan, we zijn dus in staat om mensen eigenlijk ja, te raken met dat wat we doen. Kijk, een stem is een ontzettend kwetsbaar instrument, omdat je je nergens achter kan verschuilen. Dus het is gewoon alleen maar dat wat het is. En wat veel zangeressen doen als ze studeren, en trouwens iedereen, ik ook, is gewoon spelen wat je weet.
En van daaruit probeer je een beetje andere ideeën te doen. Wat Sanne doet, is eigenlijk de hele tijd spelen wat ze niet weet. Of zingen wat ze niet weet. Maar ze doet het wel met een soort onwaarschijnlijk goede techniek. En met een pitch waarbij ze is dus heel erg zuiver. Ze heeft een gigantisch bereik in de hoogte en zo. Dus het is, en ze heeft een hele mooie stem, vind ik. Het is heel erg warm en het komt ontzettend binnen meteen bij mij en bij heel veel mensen. Dus het is, technisch is het vrij ongelooflijk. Maar ook vooral dat ze dus zo zichzelf kan zijn. En dan als zangeres, weet je wel. Omdat je, ja, je hoort ieder dingetje wat niet goed zou zijn, zou je horen. Maar ik hoor nooit dingen die niet goed zijn. Ik hoor nooit een aarzeling in timing bijvoorbeeld. Ja, hoe ze bepaalde noten aanhoudt of soms heel erg onder mij gaat zitten en soms er juist weer overheen. Dat geeft me dan weer zoveel ideeën. Dus het is heel erg knap. Zang betekent echt uiting geven aan datgene wat ik diep van binnen voel. Dat verklanken wat naar buiten moet of noodzakelijk is om gehoord te worden. En het is bevrijdend. Echt mijn stem laten horen. En dat kan ook soms heel ingewikkeld zijn. Want jezelf laten horen is best wel een ding. En dat vind ik wel heel verwonderlijk aan mijn instrument. Het is ook een instrument waarmee ik praat. Met praten durf ik eigenlijk niet altijd alles meteen direct te zeggen. Maar met zang durf ik dat wel. Dan is het echt, ja, dit heb ik te zeggen, dit moet ik zeggen, dit moet ook gezegd worden. NTR. Speciaal voor iedereen.